Een maand na de start van de tweede fase van de proef met de landbouwsluis tussen Laag-Keppel en Wehl worden er steeds meer knelpunten zichtbaar. De Doesburgseweg in Wehl lijkt voor veel automobilisten een sluiproute geworden, wat zorgt voor drukte en grote zorgen bij omwonenden, waaronder verstandelijke beperkte cliënten van zorginstelling Elver. We hebben heel veel wegen van rechts hier. Dat is eigenlijk wel een hele grote zorg ook. Mensen remmen niet af. Je mag 60, maar ze rijden veel harder dan dat. Dus we snappen de frustratie wel dat men denkt, ik moet omrijden, ik geef gas. Maar denk ook aan ons. Ik vond het een veilige weg in die zin dat de bewoners die hier met de auto kwamen, ja, die hadden hier iets te zoeken en die weten van hoe de weg in elkaar zit. Nu hebben we heel veel forense verkeer. Die mensen houden daar gewoon geen rekening mee. En de Doesburgseweg hierachter die sluit aan op het Elverterrein. En daar merk ik dus wel een toename van het verkeer. En om de veiligheid ook van onze bewoners een beetje te borgen, ja, maken we ons daar wel zorgen over. Ja. De bewoners sloegen de handen ineen en startten een actiegroep. Bij een meerderheid van de huizen langs de Doesburgseweg staat een ludiek bord in de tuin. Maar met een doodserieuze boodschap. Weg van rechts. Kunt u nog remmen? We hebben ook een oude echtpaar hier waarop staat, ik kan mijn rondje niet meer lopen. En ook een bord vooraan Doesburgseweg al van, keer om en neem een andere weg. Wij wilden echt gewoon, zowel aan de gemeente als aan de provincie, maar ook aan de automobilisten laten zien van, jongens, dit is gewoon gevaarlijk, hou rekening met ons nu. En ja, uiteindelijk willen we gewoon dat het stopt, want deze weg is niet geschikt om zoveel verkeer weg te werken. De bewoners van de Doesburgseweg komen niet alleen op voor hun eigen problemen, maar ook voor de mede-Wehlenaren. Ze zien dat de voetballers van Concordia Wehl en bezoekers van Manege Zandewierde te maken krijgen met gevaarlijke verkeerssituaties. Met name om de bewoners van Elver, die over de weg fietsen en wandelen, maakt de actiegroep zich grote zorgen. Die maken soms wel eens onverwachte bewegingen. Ja, wij houden daar rekening mee, want we weten dat. Maar mensen die hier niet vandaan komen, weten dat niet. En die mensen kunnen nu eigenlijk ook niet meer naar buiten toe. Wat doet dat met jullie, dat de buurt zo meeleeft? Nou, dat is alleen maar een fijn gevoel, hè, dat de buurt ook met ons meeleeft. En het is ook een samenwerking. Hè. Wij wonen ook hier, de bewoners wonen ook hier. Dus zijn wel buren en we moeten voor elkaar een beetje opkomen. Dus dat is mooi. De landbouwsluis op de Keppelseweg is geplaatst om verkeer te weren van de Dorpstraat in Laag-Keppel, om daar de verkeersveiligheid te verbeteren. De proef duurt nog tot en met eind november, maar als het aan de actiegroep ligt, eindigt die eerder. Liever gisteren weg dan vandaag. Maar we hopen met de actie wat wij doen, dat het inzicht komt. Vooral bij provincie Gelderland en bij gemeente Bronckhorst. Dat daar de duidelijkheid komt van wat jullie nu doen. Dit heeft geen meerwaarde. De meerwaarde is weg van de proef. Wij hopen dat de provincie luistert naar ons en dat ze zich beseffen dat beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.